In het hart van Groningen, om de hoek van het academiegebouw, staat een gebouw met een bijzondere geschiedenis en een bijzonder doel. Hier duiken we in oude talen en teksten. Hier ontdekken we wat mensen ten diepste vormt en drijft. En hier leren we hoe duizenden jaren van nadenken over God en mensen ons vandaag beïnvloedt. Kom binnen en ontdek de wereld van kennis die achter deze gevel schuilgaat. Ja, eigenlijk mijn favoriete lokaal is 123. Het heeft echt een zo'n cabin in the woods vibe, waarin je eigenlijk gewoon heel gezellig met elkaar kan studeren, kan kletsen. En tijdens colleges, wat voor mij vaak Hebreeuws of Grieks is, zit je hier eigenlijk teksten te vertalen met een leraar. En dat voelt eigenlijk wel heel erg casual. We zitten hier natuurlijk midden in de stad. En het kan misschien lijken alsof we hier alleen maar studeren en alleen maar serieuze dingen doen. Maar we hebben hier ook een binnenplaats waar een beetje groen is, waar het stil is en waar het ook heel gezellig kan zijn. De PTU wordt ook wel het land van melk en honing genoemd, vanwege de gratis koffie en chocolademelk die je hier kunt krijgen. Dit prachtige gebouw werd ooit als bank gebruikt, maar nu is het ons theologennest. Het is een kleine, hechte gemeenschap en ook hier zul je je snel thuis voelen. Een van de dingen die de PTU echt bijzonder maakt, is dat we ons eigen kapel hebben. En het is natuurlijk een van de plaatsen waar je naartoe kan gaan als je een stilteruimte nodig hebt. Maar ik kwam er pas echt achter hoe bijzonder het was toen ik in het ene uur les had van een professor en in het andere uur zat te luisteren naar zijn preek in het middagdienst. Wie theologie studeert, moet leren luisteren. De verhalen en getuigenissen van nu en lang geleden zijn de fundamenten waar je eigen denken op voortbouwt. De bibliotheek is een goede plek om lekker in de boeken te duiken, om aan je papers te werken en om te boeken voor een tentamen. We eindigen in de zittingszaal. Als je de faculteit een keer in het echt bezoekt, is dit de zaal waar je wordt ontvangen. Vroeger was het een rechtszaal waar mensen werden veroordeeld. Tegenwoordig heeft het een vrolijker doel. Als je na jaren van leren en studeren je laatste punten hebt gehaald, mag je hier je diploma in ontvangst nemen.